veel regen gehad. En als ik zeg veel... Dan bedoelen we veel. Want ze... We zaten een stuk of acht... Leerling. Een stuk of acht, negen op de camper. Ja. En daar zijn we nu. Oh jongens. Hallo. Hey, daar hebben we Ineke. Ja. En waar is Ineke? Ineke is in België. Ja, dat sowieso. Ja. Onderweg naar? Luxemburg. Fusacal. Ja. Camperplaats. Ja. Eén overnachting. Ja. En dit is vlog? 75. Welkom bij vlog 75. Ja. En veel kijkplezier. Ja, want zeker. Want we gaan nu naar Luxemburg. Ja. En dan Noord-Frankrijk in, richting de Westkust. Ja, het is fris. 11 graden. Dus we gaan gauw weer rijden. Ja. We hebben net gegeten. Ja. Dus we kunnen er weer tegenaan. Zeker wel. En daar zijn we in. Luxemburg. We zijn vlak bij de camperplaats. Het Hertogdom, ja. Ja. We zijn vlak bij de camperplaats. Het is nog 24 minuten, dus. Ja. En voor het eerst regent het niet. Het is hier de vierde keer dat we komen. Ja, en drie keer regende het toen we er kwamen. Maar we zijn er nog niet, hè? Nee, er kan dat nog is heel zo. Veel gebeuren in 24 dat minuten. Dat is zo. Zo, we zijn op de Fusacal. Fusacal. Hoe spreek je dat uit? Fusacal. Zoiets. Plekje 17. In afwachting van Vera en Theo. Die kwamen we onderweg tegen. Was wel grappig. Maar die komen ook hierheen. Ja. We gaan nu betalen. Ja. Pannenkoek. En aangeven waar we staan. Plekje 17. Dus blijf hier een nachtje. Het is droog. Dat is ook wat anders. Oh, ik film nou de andere kant. Dat is ook leuk. Ja, we gaan betalen. Pannenkoek. Ja. En dan zien we wel. Ja. Houdoe. Koffie. Koffie, ja, koffie. Ja. Zin in koffie. Goedemorgen, Orno. Goedemorgen, Ineke. We rijden nu België. Oh, ik heb het bord gemist. Je hebt het bord gemist. Nou, voor jou even belangrijker. Oh, dankjewel. Dus we zijn nu weer vanuit Luxemburg even in België. Ja. Want we gaan naar Sedan. Sedan, ja. In Noord-Frankrijk. Het zonnetje schijnt lekker. Ja. Maar de temperatuur is 11 graden. Ja. Maar we gaan straks even plekjes zoeken om te lunchen. We hebben nog twee lekkere croissantjes. We hebben afscheid van Vera en Theo genomen. Maar ja, voor vandaag. Voor vandaag, ja. Die komen misschien al wel tegen onderweg. Ja. We zullen het zien. Nou, zijn we nog even, want we gaan nu weer van België naar... Frankrijk. Douze-France. Ja, Douze-France. Ja. Hey. Jeetje, nou, je kan wel merken dat we in België zijn. Ja. Rammel. Oh, jongens. Niet goed voor de camper. Is niet goed. Maar wat dacht je van ons servies? Het is gelukkig van plastic. Ja, meestal wel. Goedemiddag denk ik inmiddels. Nou, het zal erom spannen. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Nee, het is nog ochtend. Oh, goedemorgen. 11:50. Waar zijn we? We zijn in Sedan. Ja. Frankrijk. En je hebt je fototoestel omgehangen? Ja. Het is koude wind. Het is koude wind. Maar we gaan toch even een wandelingetje maken en even wat laten zien. We gaan de stad in. Jullie gaan mee. Oh, en dan, welk watertje staan we ook alweer? Wat zeg je? Aan welk watertje staan we Nou, watertje, dat is de Maas. De Maas. Ja, daar is de camperplaats. Eigenlijk een beetje in het dorpje. En hier kan je staan. Gratis stroom. €12. Daar kan je grijs water lozen. En de wc en water tappen. En nu gaan we aan de wandel. Ja. En Orno, wat was je nou vergeten? De camper op slot te doen. Ja. Het is maar goed dat je hoofd vast zit. Ja. En daar in het water ligt een boom. Een soort stroomversnelling. Alle duifjes op de dam zouden wij in Nederland zingen. En nu nog even van dichtbij. Het lijkt wel of er een soort hardloop
wedstrijd is. Hier denk ik hier het startpunt is. De kerk. En daar zijn we nu. Het was een leuk tripje. Ja. Niet veel te doen. Nee, het is stil. Maar... Ja. Het is een soort fort. Het is zondag, hè? Ja. Het is een fort, ja. We gaan weer langzaam... Afdalen. Afdalen naar de Kempert. Nou, al naar de Kempert. Nou ja, misschien wel. We zien wel wat we onderweg nog tegenkomen. Ja. Dus dat. Ja, met de groeten uit Sedan. Ja. Zou ik zeggen. We zaten een stuk of 8. Een stuk of 8, 9 op de camper. Ja. En daar kan ik net niet bij. Ja, wel. Ah. Oh, op Ineke. Oké, we gaan wandelen. Ja, we gaan wandelen. In Mairie-sur-Seine. Hier kan je afwassen. Maar het is een voormalige camping geweest, toch? Ja, een stadscamping. Stadscamping. Municipal. Camping Municipal Mairie-sur-Seine. En douches. Ja. Orno heeft gedoucht vanochtend. Ja. Was geen groot succes, geloof ik. Vanmiddag. Oh, vanmiddag. Ja, want het is al middag. Ja, het is een ruim middag. Nee, het was niet zo'n succes. Nee. Op een gegeven moment werd het water heet, gelukkig. Maar vreesde met grote vrezen dat ik een koude douche kreeg. Het ziet er wel netjes uit allemaal. Dat wel. En dit is dan de ingang waar je pasje moet gebruiken. Nou, ik weet niet of jullie het zien, maar daar staat onze... camper. Het is niet druk. En het weer is? Goed. Goed. Droog. Droog. Niet koud. En hoe heet dit watertje? Dit is Ancien Eau de Canal de Seine. Zoiets. Ancien de Eau de Canal de Seine. Ja. We hebben een kleine een wandeling gemaakt. Ja. En hebben we ook eigenlijk wel alles gezien, denk ik. Ja, het is niet zo heel groot hier. Nee. Dus. Terug naar de camper. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag
Donderdag 10 oktober. 10 oktober. En we gaan deze camperplaats verlaten. We hebben hier 2,5 dag staan. Ja. Veel regen gehad. En als ik zeg veel... Dan bedoelen we veel, ja. Maar dat was van de orkaan... Kurk. Ja. Uitlopers, mot regent zo nu nog een klein beetje. Waar we naartoe gaan, is het iets beter, maar zullen we ook nog zo nu nog wel wat regen tegenkomen. Ja. Ik hoop niet dat er onderweg wegversperringen zijn door overstromingen. Nee, dat zou ook nog kunnen. Maar we sluiten hier bij vlog 75 af. Ja. Dus abonneren, duimpjes omhoog, reacties, altijd leuk. Altijd leuk. En dan zien we jullie weer bij de volgende vlog. Ja. Doei. Doei.